Nee, ze doet het nu ook al, of niet? Nee, ze doet het ook, ja. Ja, dus als je daar mee kan spelen, dan kan je dus inderdaad in de software nog dingen aanpassen. Hoe lang bijvoorbeeld een audiofragment gaat duren. En je zou hier echt een muziekinstrument van kunnen maken. Ja. Een harp of een piano. En voor zoiets kan je natuurlijk ook een schakelingetje bedenken. En het mooi wegwerken in de rand van je object of je product. Zodat je daar ook... Zodat als je hem open doet, dat daadwerkelijk dat geluid... kan je zien. Ja, dit kan je dus inderdaad ook in kleding verwerken. Maar wat ik het spannendste vind, is dat dit echt touch is. Dat als je drukt... De beweging in je gezicht, dat is allemaal te merken. Want ik onderbreek gewoon die stroom. Stroom is overal tegelijkertijd. Dus stroom is overal tegelijkertijd, ja. Dat heb je ook als je een weerstandje ertussen zet. Weerstandje maakt niet uit waar je het neerzet. Maar dat plankje doet die functie niet. Nee, dat geluid niet. Wat hij doet, hij... Hij switcht hem. Hij switcht hem? Ja. Kijk. En hij gaat naar de rode. Yes. Ja. En dan moet je inderdaad wel... Dit is natuurlijk in de software in te stellen, hè, van die afstand. Ja. Sluiting dan ook op van je andere spanningsbron. Ik leed het uit. Ja.